Leo Brunswijk, voorzitter van stichting Amaron Kompas, zegt in dialoog te zijn geweest met president Chandrika Prasad Santokhi en was zeer content met de oproep van de president. Verder geeft Brunswijk aan gevraagd te zijn geworden om als stichting die zich bezighoudt met de Maron-gemeenschap mee te helpen denken en te komen met oplossingsmodellen om de problemen die zich voordoen in het binnenland tot het verleden te doen behoren. Je ziet dat de regering, met name de president en zijn team, ze zijn nu bezig om met de mensen te praten, om te kijken van wat zijn de problemen en hoe kunnen we gezamenlijk kijken naar oplossingen. Omdat het land niet alleen door de president wordt bestuurd, maar wij dragen met z'n allen een steentje bij. En wij moeten de president ondersteunen in het uitvoeren van zijn taak. Nou kijk, Amaron Kompas, wij moeten meehelpen denken en wij hebben huiswerk meegekregen. Wij gaan onze mensen informeren. We hebben gesproken over communicatie en dat de regering meer moet gaan communiceren met het volk. Communicatie is niet waar het wezen moet, waardoor je dus onnodig spanningen krijgt. En verder geeft Brunswijk aan dat er ook gesproken is over wateroverlast in het binnenland en dat er vanuit de regering meer voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden om deze situaties te voorkomen. Kijk bijvoorbeeld als je kijkt naar Brokopondo, moet je ook kijken van hey, binnen hoeveel meter mogen die mensen bouwen? Want als stuwmeer vol is, moet men gaan spuien. En dan krijg je weer dat, dat de mensen weer onderlopen. Maar als je als regering alvast voorzorgmaatregelen neemt om te zeggen van oké, er komt een wet dat je dus niet zo dik bij de rivier mag bouwen. Zodat in geest van overstroming dat je geen last van hebt. Maar dat moet wel goed gecommuniceerd worden met de mensen. Zodat men ook begrijpt waarom je dat zegt en waarom je dat doet.